Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie de velproducten van zowel januari als februari laten zien. Ik had echt weer heel veel producten getest, maar uiteraard zitten er ook altijd producten bij die ik niet fijn vind. En die ga ik eventjes met jullie doornemen. Dus mocht je benieuwd zijn welke producten ik zeker niet zou aanraden of welke ik niet fijn vind, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin even met deze mascara. Dit is een mascara van Max & More te koop bij de Action. En dit is een waterproof mascara. Deze belooft de Long Lasting Volume. En Ultra Black en Instant Volume. Nou, dit is een mascara die ook in een tubetje zit. Ik heb dit vroeger wel eens gezien. Volgens mij was dat toen echt nog bij Miss Sporty of zo. Dat ze zulke mascara's hadden. Maar Action die heeft dus ook zo'n mascara in het assortiment. Ja, ik heb normaal wel liever een huls. Maar oké. Okay. Ik weet niet of we dat altijd mogen verwachten van de Action. Ik ga even beginnen met het borsteltje. Deze mascara heeft wel echt een heel fijn borsteltje. Ik houd echt van dit soort borsteltjes, want dit borsteltje heeft echt haartjes. Dit vind ik persoonlijk altijd veel fijner als de mascara's die een plastic borsteltje hebben. Daar hou ik totaal niet van. Als je dit borsteltje ziet, zou je ook denken, oké, hier ga je heel veel volume van krijgen. Maar helaas, het tegendeel is waar. Mijn wimpers kregen eigenlijk helemaal geen volume van deze mascara. Ze werden wel zwart, maar ook niet zo intens black als dat hij belooft. Hij blijft wel de hele dag zitten, maar ik miste echt de volume. Waterproof weet ik eigenlijk niet. Ik heb hem niet getest in de regen. En meestal als ik mijn make-up eraf haal, let ik er eigenlijk ook niet zo op of dat het er heel makkelijk afgaat. Ja, ik kijk wel in de spiegel van oké, is het eraf? Maar meestal krijg ik het er heel makkelijk af. Volgens mij stond deze niet. Ja, een beetje chemisch, maar op zich is dat wel normaal. Ik heb wel eens mascara's gehad van de Action die echt heel erg stonken, maar dat viel op zich bij deze wel mee. Maar gewoon, hij is helaas gewoon niet long-lasting en geeft gewoon niet zoveel volume. Het borsteltje belandde ook een paar keer in mijn ogen. Nou, dat vond ik echt totaal niet fijn, dus deze mascara zou ik zeker niet aanraden. Ondanks dat hij een leuk prijsje heeft, doet hij niet wat hij belooft helaas. Dan heb ik een Charcoal Toothpaste. Dit is een zwarte tandpasta. Hier heb ik een video van opgenomen, maar ik heb hem wel bij de velproducten neergelegd, omdat hij niet zo fijn was. Het is deze tandpasta. Ik heb deze gewoon bij de Action vandaan. En dit is dus een houtskool tandpasta. De laatste tijd zie je heel veel producten waar houtskool in verwerkt zijn. Dat hebben ze ook met tandpasta gedaan. Ja, dit is een tandpasta die je tanden witter belooft te maken en heel erg je tanden ook weer schoon zou maken en ja, dus bepaalde plekjes zou verwijderen. Om deze tandpasta die zou je 2 keer per dag moeten gebruiken en dan tot 2 tot 3 minuten. Er zit wel fluoride in, maar ik vond deze tandpasta niet fijn. Ik zal allereerst even de tube laten zien. Dit is ook echt zo'n zwarte tube. Misschien heb je de video wel gezien. Ik zal hem hierboven ook even linken. Het is ook echt een zwarte tandpasta. Maar hij was minder zwart als dat ik had gedacht. Ik had verwacht er komt echt een hele zwarte tandpasta uit. Maar dat is gewoon niet zo. Ook had ik geen zwarte mond. Wat ik heel erg had verwacht. Ik had echt verwacht als ik hiermee mijn tanden ga poetsen. Nou, ik krijg een zwart mond, een zwart mondje tot en met. Maar dat wil ook heel erg mee. Maar mijn tanden voelden gewoon niet schoon aan na het gebruik van deze tandpasta. Ik had ook oprecht een beetje gevoelige tanden. Nou weet ik niet of dat het door het gebruik van deze tandpasta komt. Maar toen ik weer met mijn eigen tandpasta ging poetsen, had ik daar eigenlijk totaal geen last meer van. Mijn tanden, ik vond gewoon niet dat die het vel voldoende verwijderen. Ik heb gewoon gepoetst zoals ik altijd poets. Maar het deed gewoon niks voor mijn tanden. Ze werden er ook niet witter van. En nee, ik vond dit totaal geen toevoeging. Ik vind het leuk bedacht, maar nee, ik vond hem ook gewoon niet fris genoeg. Er zat echt heel weinig mint in. En ik hou van een tandpasta die gewoon lekker fris is. En dat had hij ook niet. En ja, mijn tanden voelden er gewoon helaas niet voldoende schoon door aan. Dus deze tandpasta zou ik zeker niet aanraden.
Dan heb ik van Catrice de Light Spectring Strobing Brick. Hiernaast begonnen even een paar katten naast elkaar uit te halen. Sorry daarvoor. Dat is dus een highlighter. Dat is deze. Dit is een highlighter met verschillende kleuren. Deze heeft de naam 030 Candy Cotton. En hij ziet er zo uit. Je zou de kleuren los van elkaar kunnen gebruiken. Maar de pens zijn nogal klein. Dus ja, je hebt gewoon niet heel erg breed de kans om met je kwast zeg maar in één bepaald kleurtje te dippen. Ik heb hem gemengd gebruikt, maar ik vond gewoon niet dat hij echt lekker een highlight effect gaf. Hij glom niet. Je zag hem gewoon haast niet terug op mijn gezicht. En als ik een highlighter gebruik, vind ik het gewoon heel erg prettig dat het ook gewoon echt een beetje eruit spat. Ik hou heel erg van dat highlight gevoel dat je echt gewoon... Dat het heel erg glimt. Ik heb ook wel eens gehoord als ik een highlighter gebruikte. Dat mensen ook zeiden van nou dat ziet er echt heel erg mooi uit. En ja daar hou ik van. En deze vond ik gewoon te zacht. Niet vol, echt veel pigment zat erin. Dus ik vond deze highlights niet fijn. Ik zou deze ook zeker niet aanraden. Omdat ik hem niet glimmend genoeg vind. Dan heb ik van Essence de Easy to Use Jumbo Eyeliner Pen. Het is dus een eyeliner pen. Je hebt hem ook in een gewone variant. Maar dit was echt dus de Jumbo. Je zou hier precieze lijntjes mee kunnen zetten. En het zou makkelijk zijn om aan te brengen. Het zou long-lasting zijn. Smudge-proof. En ja, volgens mij belooft hij ook best wel een intense kleur. Nou, dit is dus de pen. Nou, hij heeft wel een strakke punt. Daar kun je niks van zeggen. Maar deze pen is helemaal niet makkelijk in gebruik. Ik vind niet dat je hier dunne lijntjes mee kan zetten. De lijntjes worden sowieso best wel dik. Ik vond ook niet dat er voldoende... excuseer, ik heb een kikker in mijn keel. Kleur van afkwam. Ik vond hem echt een beetje matig. Je moest heel veel lijntjes zetten om een beetje kleur ervan af te krijgen. En hoe meer lijntjes je moet zetten, hoe... hoe dikker de lijn ook wordt. Want je kunt nooit... Oh, je moet een hele vaste hand hebben. Maar je kunt nooit hetzelfde lijntje 3-4 keer zetten. Want dan wordt die automatisch wat dikker. En ik vind op zich een dun lijntje eigenlijk altijd wel mooi. Maar dat vind ik met deze pen sowieso niet dat je die hiermee kunt zetten. En hij is gewoon niet zwart genoeg. Ik hou van een intens zwarte eyeliner. Dan heb ik van Catrice de Volumizing Lip Balm. En deze is in de kleur 030 Wonderful Lips. Dat is deze lippenbalsem. Hier komt ook een klein kleurtje van af. Maar dit is een lippenbalsem met een koeling effect. Want er zit dus menthol in. Of mint. Normaal is dus het idee van zo'n lippenbalsem of zo'n lippenproduct. Dat je lippen er ook voller van worden. Dit is overigens de kleur. Ja, hij ruikt ook echt gewoon naar tandpastaal als ik hem er alweer bij me hou. Ik vind de kleur heel erg mooi. Maar ik vind dat mint er gewoon in niet fijn. Want mijn lippen die beginnen er zo onwijs van te tintelen. Dat het ook gewoon echt totaal niet prettig aanvoelt op mijn lippen. Zoals ik net al zei. Normaal zou je dus met een product waar dus mint in zit voor de lippen. Zou je ook een voller lippen effect krijgen. Dus je lippen zouden er wat meer van uitzetten door die menthol. Of door die mint die erin zit. Nou, dat doen ze deze sowieso niet. Maar mint... is niet mijn ding in lipproducten. Ik hou er gewoon niet van. Dus deze lippenbalsem vind ik dan niet fijn. Ook werden mijn lippen er niet zachter van. Dit is dan wel weer een lippenbalsem met kleur. Maar nee, ik was hier niet gecharmeerd van deze lippenbalsem. Dan heb ik van Essence de Holo Woh Prisma Jumbo Eye Pencil. Dit is dus zo'n oogpotlood. Je kunt hem gebruiken als... oogpotlood, maar ook een beetje als oogschaduw. Hij heeft meerdere doelen, zeg maar. Ik heb deze in de kleur 04, Magic Spell. Als je dit ziet, zal je denken, er komt een roze kleur. Nou, als ik hem omhoog draai, wat een beetje lastig gaat, is die ook wel roze. Hij is nu trouwens een beetje vuil, omdat ik hem heb gebruikt. Maar... niks is minder waar, want als je deze aanbrengt, wordt hij zilver. En zilver past absoluut in het holo-effect, maar het pigment van deze pencil, dit pencil moet ik zeggen,
is niet wat ik ervan had verwacht. Ik vond hem heel zacht. Je moest heel vaak eroverheen gaan. Wil je er iets kleur op krijgen? En ik denk, ja, als je dit dan als oogpotlood moet gaan gebruiken, vind ik hem niet geschikt voor. Als oogschaduw kan, maar ik vind hem gewoon niet voldoende pigment bevatten. Ik vond de kleur viel me gewoon heel erg tegen. Dus nee, ik werd niet blij van dit eye pencil. Terwijl ik er hele hoge verwachtingen van had. Omdat dat holo wow effect juist zo'n ding is op make-up gebied, heeft dit potlood me echt heel erg teleurgesteld. Dan heb ik van Catrice een liquid liner. Deze komt uit de limited editie Glitterstorm. Dat is deze. Dat is deze liquid liner. Ik heb deze in de kleur C01 Flashlight. Nou, laten we even beginnen met het kwastje. Het kwastje is super dun. Dus je zou er... Ik weet niet eens of jullie dit heel goed kunnen zien. Nee. Je zou er heel precies lijntjes mee kunnen zetten, zou je denken. Maar er zit gewoon geen pigment in. Je ziet het gewoon niet terug op je ogen. Dit zou heel erg mooi zijn als hij heel veel pigment zou hebben. Er zit ook een glitter in. Zou het heel erg mooi zijn om bijvoorbeeld een heel mooi lijntje mee te trekken. Maar ik vind dat het met deze liquid liner gewoon niet kan. Want er komt gewoon geen pigment van af. Het kwastje is ook wel heel erg dun. Op zich is daar niks mis mee. Maar je kunt niet fijn het streepje zetten zoals je hem wilt hebben. Ja, en als er dan geen pigment van af komt, jongens, ja, wat hebben we er dan aan? Eigenlijk heel erg weinig. Ik vind het leuk bedacht, maar voor mij is zwart toch wel echt mijn favoriet. En deze kleur werd het sowieso niet door het vage pigment. Het laatste product wat ik heb is deze eyebrow gel van Max & More. En deze is in de kleur 224 Dark Brown. Dus deze. Deze belooft je wenkbrauwen sculpt en settings te geven. En je zou hier dus je wenkbrauwen mee kunnen shapen. Hij belooft een naturelle look. Maar niks is minder waar. Deze wenkbrauw gel is veel te extreem voor mij. Dit is de verpakking. Je kunt het niet heel goed zien, want de tekst is zwart en de gel is ook heel donker. Ik zal even het borsteltje laten zien. Het borsteltje is ook vrij aanwezig. Nou is het op zich wel normaal voor een eyebrow gel. Maar dit is dus het borsteltje. Daar vind ik op zich heb ik geen commentaar op. Mijn wenkbrauwen bleven ook in model, maar de kleur is veel te donker. Mijn wenkbrauwen werden met dit product eigenlijk alleen maar voller. En ik ben juist een beetje daarvan aan het afstappen. Want ik heb van mezelf al best wel volle wenkbrauwen. En dat hoeft voor mij echt niet nog voller te worden. Ik zou ze liever ook wat smaller hebben. Maar ja, goed, dit heb ik nou eenmaal gekregen. En ik vind het ook een beetje eng om er nou zelf van allerlei dingen uit te gaan plukken. Soms gaat het mis en dan loop je met half kale wenkbrauwen rond. Vind ik ook zo wat. Maar deze kleur is helaas gewoon te heftig voor mij. Zoals ik al zei, maakt mijn wenkbrauwen eigenlijk veel voller dan wat het moet. Zouden mijn wenkbrauwen blijven wel in model zitten, maar de kleur was mij gewoon te donker. Daar heb ik gewoon niet helemaal goed een keuze in gemaakt. Voor mij is eigenlijk gewoon een hele lichte wenkbrauwgel toch beter. En ik heb eigenlijk expres een donkere kleur gekozen, omdat ik ook wat donkerdere wenkbrauwen van mezelf heb. Maar dit was mij te heftig. Ik denk toch dat of een transparante eyebrow gel of een, zoals ik al zei, een veel lichtere kleur beter bij me past. Maar hij maakte mijn wenkbrauwen te vol en daarom vond ik deze helaas niet fijn. Dan waren dit eigenlijk alweer mijn velproducten van zowel januari als februari. Ik vind het toch altijd wel jammer als ik weer producten heb die ik niet fijn vind. Maar ja, dat hoort nou eenmaal ook gewoon bij beautybloggen natuurlijk. Hè? Je test producten, ja, je kunt gewoon niet alles fijn vinden. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie van deze producten die ik heb laten zien misschien wat hebben getest. Waarvan jij denkt van nou, ik vond het product super fijn of ik ben het juist met je eens. Laat het zeker even weten in de comments. Voor nu wil ik je weer heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Als je ook even op dat belletje drukt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk, doe dan ook zeker even je duimpje omhoog. En dan hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!